Hallo en fijn dat je kijkt naar een nieuwe Fortnite video. In deze video ga ik je 3 tacoshops laten zien die je in 1 game moet bezoeken. Dat is namelijk de challenge van week 8. We zitten nog niet in week 8 met de week challenges, alleen die is al uitgelekt doordat iemand in een broncode heeft gemined en die kan dan zien wat voor challenges eraan komen. Vorige week klopten de challenges ook, dus ik ben ervan uitgegaan dat ze deze week ook kloppen. En ik maak vast een video. Ik denk, ga gelijk laten zien waar ze zijn. In mijn beleving zijn er 4 tacoshops. Dat is bij de stoel waar ik nu heen duik. Tilted Towers, bij het voetbalstadion, indoor voetbalstadion en bij Tomato Town. Misschien zal er nog één zijn die ik over het hoofd zie, maar dat zijn in ieder geval de 4 die ik weet. Nou, wat mij daaruit het makkelijkste leek is landen bij de stoel, naar het voetbalstadion gaan en daarna naar Tilted Towers, want dan is iedereen een beetje weg in Tilted Towers, dus heb je de minste weerstand. Je kunt het natuurlijk ook anders doen, dat hangt af van je speelstijl en alles, maar ik denk wel dat dat makkelijk is. Nou, hier staat ook gelijk een vending machine, dat is ook een week challenge van week 8. Je moet iets kopen uit de vending machine. Dus nou, dan heb je gelijk die week challenge ook af. Ik ben in mijn eerste taco shopje. Ik ga een taco-shop voor eruit, achter erin of andersom. In ieder geval is het wel de bedoeling dat je door het taco-shopje gaat. Of in ieder geval binnen buiten, net zoals laatst. Bij het bezoeken van de tankstations, dat was ook in-uit. En dan moest je er ook 3 in een wedstrijd bezoeken. Dus dat is wel belangrijk dat je dat echt doet. En dat je het in een solo-wedstrijd doet. Want vorige keer bij de tankstations deed ik dat in een squad. En die tellen niet, dus dan moet je hem opnieuw doen. Nou, het is gewoon dus landen bij de stoel, omdat ik denk dat je daar het rustigst kan beginnen. Je hebt de minste weerstand, dus je kan even relaxed looten. Er is een ruïne naast die ik nu aan het looten ben. Je hebt daar een groot huis en je hebt nog een hok naast het huis. En die heb ik nog niet eens geloot. En vanuit daaruit kun je doorlopen naar het stadion. Dan kom je richting Crazy Grove. En daarna ga je naar het indoor stadion. En onderweg zul je hier en daar mensen tegenkomen. Ik kwam op mijn weg naar het voetbalstadion eentje tegen. Ja, je kunt de pech hebben dat je er meer tegenkomt of het geluk. Het is net hoe je speelt en of je wint of niet. Ik won, dus ik kom mooi door. Het is wel een stukje oponthoud van de video, want het duurde echt wel zo lang. En in totaal duurde die 12 minuten. Ik heb hem nu vooruit gespoeld. Maar ik wil wel even laten zien dat je op de landkaart en dat je de beelden die je ziet, dat je weet waar je heen moet, zodat je alle takenshops kan vinden in één wedstrijd. Want het zou heel vervelend zijn als ik zeg, ja, hier zit hij. En dat je hem dan daarna gewoon niet vindt. En dat je gewoon uiteindelijk niet wint met de challenge. En dat je de challenge niet volbrengt. En ja, ik wil je juist helpen door deze video's te maken. Zodat je de challenge kan volbrengen. En het is gewoon, ik ga nu pas naar het stadion. Ik ga mijn shieldje opdrinken. En dan ga ik nu eindelijk naar het stadion. Nou, het is gewoon bij het stadion. Het is eigenlijk aan de linkerkant van waar ik nu aankom lopen zometeen. Daar zit de tacoshop. Je ziet hem nu eigenlijk al voor me. Maar hij komt zometeen van deze kant. Dus nou, dus, ja, trouwens, ik zeg links, het is rechts. Ik draai nog 3 keer rond. Nee, het is zometeen zit hij aan de rechterkant. Je ziet al de lampjes. Maar ik wil eerst even kijken voor de hunting rifle. Ik neem de hunting rifle, neem ik dus wel mee. En taakgebouw nummer 2. Even taakgebouw nummer 2 bezoeken. En als de laatste die ik ga bezoeken hierna, is een Tilted Towers. Tilted Towers liggen eigenlijk naast het stadion. En het is gewoon hier rechts ligt zometeen Shifty Shafts en Tilted Towers. Nou, daar gaan we dus heen. Even de bergen, high ground zoeken. En dan gaan we door naar Tilted Towers. In Tilted Towers zul je zo meteen ook zien als we aankomen. Is het tegenover de kerktoren ligt het taco gebouwtje. Of taco winkeltje. En je ziet ook hier in de verte zien we de kerktoren. Bij de kerktoren zit een parkje. En daaraan zit de taco shop. Hier is het parkje. Rechts is de kerktoren. En links zien we de taco shop. Dit is dus taco shop nummer 3. Gaan we erin. En we gaan er weer uit. En we hebben de challenge volbracht. Ik hoop dat je deze video nuttig vond en dat je er wat aan hebt aan het completen van je challenge. Vond je video leuk? Doe een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Doei!